Goedenavond, mijn dierbaren. Vandaag gaan wij verder met de bespreking van de liturgie van het heilig misoffer. Vorige keer spraken wij over de liturgische gewaden van de priester, over hun ontstaan. En we hebben ook gezien hoe al deze liturgische gewaden een deel van het lijden van Jezus ons voor ogen brengen. We hebben ook opgemerkt hoe deze liturgische gewaden allen stuk voor stuk ons op een deugd wijzen die wij moeten bezitten om het heilig misoffer met meer vrucht bij te wonen. Vandaag willen wij spreken ten eerste over de kelk en de patheen, vervolgens over de gebruikte liturgische taal, namelijk het Latijn, en tenslotte willen wij nog een blik werpen op de algemeenste liturgische bewegingen van de priester tijdens het heilig misoffer. Starten wij met een Onze Vader om het allerheiligste sacrament te eren. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij een ander hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Heilige Paus Pius de Vijfde, bid voor ons. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Mijn dierbaren, voor het opdragen van het heilig misoffer zijn kelk en patheen onontbeerlijk. En omdat zij in direct contact komen met het allerheiligste lichaam en het kostbaar bloed van onze heiland, Jezus Christus, God en mens, dienen zij uit de edelste metalen vervaardigd te zijn en met kunstzinnigheid. Ondanks dat de kerk in de oudste tijden inderdaad hout, glas en onedelde metalen gebruikte om kelk en patheen te vervaardigen, bestond toch reeds in de eerste christenheid het verlangen deze heiligste vaten uit goud en zilver te smeden. Reeds de kerkvaders Augustinus en Johannes Chrysostomus, kort na de vervolgingstijd door de Romeinen, spreken hierover. Deze wens van de eerste christenen werd in 813 door de synode van Reims uiteindelijk een kerkelijke wet. En deze regel houdt stand tot op de dag van vandaag, tenminste in het algemeen, tot op het Tweede Vaticaans Concilie en de hervormingen nadien. De regel zegt dat tenminste de cupa, de beker van de kelk, uit verguld zilver moet bestaan. Deze bepalingen zijn gerechtvaardigd, omdat glas bijvoorbeeld breekbaar is en omdat hout het kostbaar bloed van onze heiland zou opslorpen. Onedele metalen beginnen overigens te roesten. Paus Paulus VI liet echter toe dat elk materiaal kon gebruikt worden zolang deze door het plaatselijke volk als edel werd beschouwd en geen vloeistof in zich opneemt. Houten kelken zijn dus nog steeds uit den boze. Deze bepalingen niet edele metalen te gebruiken kan mogelijk bij de gelovigen het geloof in de transsubstantiatie verminderen. De vorm van de kelk is in de loop van de geschiedenis gewijzigd. In zijn oorspronkelijke vorm bezat de kelk nog twee handvaten, zoals wij vandaag de dag nog op vele mozaïeken zien in oude kerken. Dit zorgde ervoor dat men in de loop van de tijd waarin de gelovigen men nog het kostbaar bloed liet drinken, dit op een veilige manier kon laten gebeuren. Later vielen beide handvaten weg, niet omdat de gelovigen niet meer het kostbaar bloed genoten, maar omdat men het kostbaar bloed tot zich nam
met een gouden rietje, met het zogenaamde fistula. De vorm van de pateen bleef steeds dezelfde, maar was vroeger groter van gestalte. Dit is te verklaren uit het feit dat men vroeger één grote hostie consacreerde en niet vele kleine hosties. Het gebruik van vele kleine hosties te consacreren komt pas op in de 9e eeuw. Kelk en patene, daar zij heilig moeten zijn, worden door de bisschop geconsacreerd en gezalfd. Dat is een voorwaarde aleer zij voor het heilig misoffer kunnen gebruikt worden. De olie die wij gebruiken is het heilig chrysaam. Het heilig chrysaam symboliseert de volheid van de genade. Reeds in het Oude Testament had God aan Mozes bevolen de liturgische voorwerpen met olie te zalven. Kelk en pateen, de heilige vaten, verliezen hun wijding zodra zij zwaar beschadigd zijn, misbruikt of verkocht worden. Op grond van hun wijding en heiligheid mogen de heilige vaten enkel door de geestelijkheid of door de hen aangestelde kosters aangeraakt worden, niet zomaar door iedereen. Ook dat heeft men overigens in de liturgiehervorming afgeschaft. Soms hoort men zeggen: zou men beter dat kerkgoud, dat zilver niet smelten en gebruiken om brood te kopen en zo de armoede uit de wereld te helpen? Mijn dierbaren, men zou bijna geloven Judas Iscariot weer te horen. Judas nam aanstoot aan de zalving van Jezus' voeten door Maria Magdalena en hij sprak: had men deze dure olie niet kunnen verkopen om het kwaad uit de wereld te helpen? En Jezus, de arme zelf, maar ook de vriend van de armen, wees deze gedachte af. Hij sprak: armen hebt gij steeds bij u. Gij zult het probleem van de armoede daarmee niet oplossen. En Jezus vorderde het nodige respect voor zijn lichaam en voor zijn goddelijke persoon. We hebben dit voor korte tijd overigens nog overwogen op Goede Vrijdag. Jezus wenste of liet het toe met de kostbaarste reukwaren begraven te worden. En begraven te worden in een nieuw gehouwen graf. Dat kostte een fortuin. Maar hij wees het niet af. Zijn goddelijke voorzienigheid liet het toe. En bovendien wist Christus dat Judas, dus ook de huidige Judassen, niet door de naaste liefde omwille van God worden gedreven, maar door hebzucht. Velen zijn niet gedreven door de liefde tot de naaste, maar simpelweg door de begeerlijkheid om te roven en de kerk een diepe wonde toe te voegen. Wie overigens door de verkoop of het smelten van de heilige vaten meent veel geld te vergaren, zal zich mispakken. Gouden of zilveren kerken, kelken, massief, die bestaan bijna niet. Het goud bij de kelk is slechts een dun laagje, oppervlakkig. Symbolisch, mijn dierbaren, staan kelk en pateen ook in verbinding met het lijden van Jezus, net zoals bij de liturgische gewaden. In de pateen zien wij het gebroken lichaam van Jezus Christus. De pateen draagt dit gebroken lichaam, net zoals het kruis het lichaam van Jezus droeg. De kelk die met de pateen afgesloten wordt, daarin kunnen wij het graf van onze heiland zien. De kelk is het rustbed waar Jezus Christus in ligt. En de pateen is de ronde steen die wij of men voor de opening rolde. Komen wij nu tot ons tweede punt.
Zeggen wij nu een woord betreffende de liturgische taal. U weet het, er zijn verschillende legitieme liturgische talen binnen de katholieke kerk. Het Grieks, het Syrisch, het Ethiopisch, het Koptisch, het Arameens, het Arabisch, het Slavisch en het Latijn. En al deze liturgische talen zijn eerbiedwaardig. De vraag is, waarom gebruiken wij Latijn in de liturgie, in de sacramenten? De stad Rome was de residentie van de keizers, de machthebbers over de gehele antieke wereld. En daar grondvestte Petrus, op goddelijke wens, zijn kathedra, om als parallel met de keizer, als universale paus over Westen en Oosten, Noord en Zuid, en als patriarch bijzonder voor Europa te zetelen. In de eerste eeuw was te Rome het Grieks de normale, gebruikelijke, burgerlijke en dus ook liturgische taal. De meeste teksten van het Nieuwe Testament zijn overigens ook in het Grieks terug te vinden. In de tweede eeuw echter werd het Latijn de gewone omgangstaal van het volk, het Latijnse plebs, zodat ook het Latijn in de liturgie van West-Europa wel te verstaan ingang vond. In de derde eeuw werd door de Germaanse volksverplaatsing het Latijn nog dominanter. Het Grieks werd echter niet geheel teruggedrongen, zodat wij nog Griekse resten in de liturgie vinden, alzijn deze niet uitsluitend te wijten aan de oorspronkelijke vorm van de liturgie. Denken wij bijvoorbeeld aan het Kyrie Eleison. Het Latijn echter werd de gemeenschappelijke, burgerlijke en liturgische moedertaal van de Germaanse volkeren in Europa. Vaak horen wij, en ook zeker u, de vraag, waarom houden wij vandaag de dag nog het Latijn als liturgische taal en gebruiken we niet de moedertaal of een andere wereldtaal, zodat iedereen de liturgie kan begrijpen? Wel, mijn dierbaren, de kerk heeft een piëteit, een respect voor hetgeen de eerste christenen ons hebben overgeleverd. Het Latijn lijkt op een zilveren haar dat ons aan de ouderdom van de Latijnse kerk herinnert. Een ritus die dus teruggaat tot op de eerste apostelen, de eerste christenen. Ze maakt een brug van toen naar ons, naar de huidige tijd. En dat kunnen wij niet zomaar opgeven, te meer wij de katholieke kerk zijn. Dat betekent de algehele, alomvattende taalkerk, die dus ook een alomvattende taal, moet bezitten. De katholiek is door het Latijn ook in elk kerkgebouw ter wereld thuis. Latijn zorgt voor een eenheid. Eenheid in het geloof die zich toont in een eenheid in de liturgie. De gebruikte taal, Latijn, laat ook elke gelovige onmiddellijk merken, zodra hij het kerkgebouw betreedt en de liturgie begint, dat hij niet in een gewoon dagdagelijkse zaak terechtgekomen is. De katholiek begrijpt dat hetgene dat zich daar afspeelt, dat wij dat niet kunnen vatten. Het Latijn past dus beter bij het mysterie van het lichaam en het bloed des Heren. Het Latijn zorgt bovendien voor een zekere stabiliteit in dat wat geleerd en gezegd wordt. Daar de Latijnse liturgische woorden niet meer veranderen en de betekenis hetzelfde blijft. Dit is niet meer zo in een levende taal, bijvoorbeeld het Engels, het Nederlands of zo verder. Dat de mensen vandaag de dag in het algemeen het Latijn niet meer verstaan, ligt eerder aan een tekortkoming in de opvoeding. De moderne mens kan zich alles aanleren vandaag de dag.
De hoogste wiskunde in de universiteiten en ook de jeugd kan met de ingewikkeldste technologische snufjes omgaan. We kunnen dus eigenlijk wel zeggen, het Latijn ligt in het bereik van iedereen. Tenminste, het Latijn dat men nodig heeft in de Heilige Mis. Men moet zich echter de moeite nemen, de tijd geven en misschien de een of de andere om raad vragen betreffende de uitspraak. Waar een wil is een weg, geven wij deze moeite aan onze liturgische moedertaal. Bovendien, overigens, moet men steeds daarop wijzen dat het heilig misoffer niet daartoe is om de mensen te beleren, maar om God een passend offer te schenken als genoegdoening voor onze zonden. De belering van de gelovigen vindt plaats tijdens de preek of de catechismusles, die vanzelfsprekend in de moedertaal worden uitgevoerd. Bovendien zijn er mooie vertalingen te vinden in diverse missalia. En interessant, een goed weetje is, zodra een of andere ketterij de kop opstak, schafte zij als een van de eerste dingen het Latijn af, naast het celibaat. Passen wij dus op. Komen wij nu tot ons derde en laatste punt voor deze avond. Werpen wij nog een blik op de meest voorkomende voorgeschreven bewegingen in de liturgie. De mens merkt immers op dat God ook nog op een andere manier moet gediend worden, gehuldigd worden, dan enkel en alleen maar door onze innerlijke liefde. Of door onze woorden. Wij moeten dat doen door een lichamelijke houding aan te nemen die gepast is bij dat stuk van de liturgie. We willen ons, zoals vandaag reeds gezegd, ons beperken op de houdingen van het lichaam, de ogen en de handen. We kennen, jawel, zowel voor de priester als voor de gelovigen, vier liturgische houdingen algemeen betreffende ons lichaam. Staan, zitten, knielen en buigen. In het algemeen in de liturgie staan priester en gelovigen. Dat is echt de christelijke gebedshouding. Deze houding vinden wij terug in de catacomben. Dat de priester bijvoorbeeld bij het Gloria of bij het Credo gaat zitten, terwijl de gelovigen nog zingen, kan men enkel verklaren uit het feit dat de priester even uit zijn rol van vertegenwoordiger van het volk terugtrekt en het volk zelf bij God voorspraak laat inleggen, God zelf laat verheerlijken. Knielen is de meest natuurlijke uitdrukkingswijze van schuldbewustzijn, van smeken en aanbidden, het zich klein maken voor God. Deze houding nemen wij aan binnen de kanon, als God weer neerdaalt op aarde. Overigens ook in alle missen waar de priester een paars misgewaad heeft, daar knielen wij bij de drie oraties, zijnde de collecta, de secreta en de postcommunio. Het lichaam kan en moet zich ook buigen bij de liturgie. Dit kan gaan van zich het ter aarde neerwerpen, zoals wij zien op Goede Vrijdag, de diepe confiteorhouding van de priester en de misdienaars, of de halfdiepe buiging met het hoofd voor de naam Jezus. De priester buigt zich met hoofd en schouders. Of de kleine buiging met het hoofd alleen voor de vermelding van de naam Maria of de heilige van de dag. Mijn dierbaren, laat het gezegd zijn. Ook de gelovigen moeten aan deze buigingen deel hebben. Soms krijgen zij er zelfs een bevel toe in de liturgie, zoals tijdens de vastentijd. Humiliate capita vestra Deo. Buigt uw hoofden voor God. Spreken wij nu over de liturgische houding van de ogen. Van onze zaligmaker lezen wij in het evangelie dat hij verscheidene malen zijn ogen ten hemel opsloeg. Ook de priester kijkt daarom
bij het aanstemmen van diverse gebeden tijdens de liturgie naar het Heilig Kruis. Bijvoorbeeld bij het Gloria, bij het Credo, bij het Mundakor. Ook bij de zegeningen. Tussen consecratie en communie echter, mijn dierbaren, dat hebt u misschien reeds opgemerkt, kijkt de priester niet naar het kruisbeeld. Waarom? Omdat de gekruisigde Christus in de hostie op de corporale tegenwoordig is. Hij hoeft niet naar het kruis te kijken. Zeggen wij tenslotte nog iets over de bewegingen van de handen. Tijdens de liturgie heft de priester zijn handen omhoog, wat uitdrukt dat hij aandacht bij God vraagt en zijn aandacht ook bij God legt, tot wie hij spreekt. Want bidden is spreken met God. Bij het aanstemmen van het Gloria of het Credo is de opheffing van de armen niet hoger dan de ogen. En dat is een uitdrukking van de vreugde. Oorspronkelijk baden priester en gelovigen met gekruiste, gestrekte handen in navolging van de aan het kruishout biddende heiland. Dit viel bij de gelovigen later weg en veranderde in de handen die met de vingers in elkaar verstrengeld zijn. Bij de priester veranderde deze vorm naar de orante-vorm, de openstaande armen. De handpalmen waren oorspronkelijk niet zijwaarts gericht, maar naar voren, om uit te drukken dat men eigenlijk tot God kwam met lege handen. Dat men God niets in ruil kon schenken voor dat wat hij, wat de priester, vroeg voor het volk. De priester mag overigens zijn handen niet breder dan zijn schouders plaatsen. Het samendrukken van de handen in opwaartse stand nabij ons hart met gekruiste duimen betekent de opheffing van onze ziel, van ons gemoed naar God en het aandachtig en vurig smeken. Het drukt uit dat wij met vertrouwen op de verdiensten van het kruis van onze lieve Heer bidden, uitgedrukt door de gekruiste duimen, rechterduim boven linkerduim. Mijn dierbaren, we zijn tot het einde van onze avondconferentie gekomen. Overwegen wij deze rijkdom? Overwegen wij het gezegde? Bewonderen wij die schatten en de schoonheid van onze traditionele Latijnse liturgie? Hebben wij eerbied voor die liturgische vaten? Trachten wij die Latijnse gebeden te verstaan en goed en luid mee te bidden, mee te zingen? Maken wij de door de liturgie opgelegde bewegingen innig mee? Maken wij onze kniebuigingen verzorgd? Buigen wij hoe en wanneer het hoort, als uitdrukking van onze innerlijke gevoelens en gedachten? Ja, vragen wij, mijn dierbaren, ook vanavond weer aan onze lieve vrouw de genade dit alles te verwezenlijken en aldus inniger aan de liturgie deel te nemen. Sluiten wij met een mooi wisgegroet. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Sancte Pia Regine, ora pro nobis. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Zo, mijn dierbaren, ik hoop u bij de volgende conferentie allen weer te zien en vertelt u erover aan uw vrienden en uw kennissen. En dan rest mij enkel u nog een God zegen te wensen en nog een mooie avond. Tot ziens.